Bewoners van het Pamaka-dorp Langatabiki beschikken nu over veilig drinkwater. De stichtingen Newmont Pamaka Community Development Fund, CDF, en Duurzame Ontwikkeling Pamaka hebben dat samen bewerkstelligd. CDF-voorzitter Albert Ramdien en waarnemend stamhoofd van de Pamaka-stam, Jozef Forster, hebben het protocol van overdracht ondertekend. De DC van het bestuursresort Pamaka, Margaretha Malonti, zei dat Newmont op verschillende manieren de ontwikkeling in de regio stimuleert. Deborah Winsen, beleidsadviseur op het ministerie van Regionale Ontwikkeling, vroeg de gemeenschap van Langatabiki om zorgvuldig om te gaan met de waterinstallatie. Bij de installatie horen 39 kranen en een watertoren waarop de waterreservoirs zijn geplaatst.